Ik ben Willy Segers, burgemeester van Dilbeek. Momenteel werken wij het masterplan Dilbeekse Kern af en voor het komende jaar hopen wij dat we de tweede fase daarvan ook zullen kunnen aanvangen. Er zijn natuurlijk ook nog wat andere investeringsprojecten die op stapel staan in allerlei domeinen, maar ik wil er toch twee uitpikken, namelijk de Bodegemstraat en de Dansaertlaan, omdat dat twee grote assen zijn waar we toch ook in de loop van dit jaar nog zullen starten met aanleg, nieuwe fundering, wegdek, fietspaden. Dat zijn toch twee belangrijke assen. Verder hoop ik dat het meerjarenplan rond is dit jaar en dat we ook de eerste spadensteek kunnen plaatsen voor onze nieuwe brandweerkazerne. Waar wij in de vorige bestuursperiode vooral voor de dorpskernen van Dilbeek en Sint Maartens-Bodegem hebben gezorgd, zou ik graag hebben dat we op het einde van deze bestuursperiode kunnen vaststellen dat ook de dorpskernen van Groot-Bijgaarde, Schepdaal, Itterbeek en Sint-Ulrichskapelle worden aangepakt. Het zij in uitvoering, het zij in plan. En daarmee hopen wij ook te kunnen terugblikken op de zes deelgemeenten met zes aangename, leefbare, handelssterke kernen. En dat om duidelijk te maken dat in elk van die deelgemeenten het ook aangenaam leven en toeven is. Ja, sinds het pesticidenverdrag in 2015 hebben we in Dilbeek toch wel wat zorgen gehad met het onderhoud van het openbaar groen. We hebben een vrij uitgestrekt domein, ook heel wat kerkhoven en dat vroeg toch wel wat aanpassing. Wij denken dat we met de herstructurering die in onze organisatie is doorgevoerd en samen met privépartners of met sociale tewerkstelling, dat wij deze keer duidelijk gewapend zijn om dit probleem verder aan te pakken. Want een nette en mooie gemeente, dat is wat iedereen verwacht van zijn bestuur en daar willen wij ons voor inzetten. Wat wij zeker niet gaan doen, dat is elk initiatief dat de verdere verstedelijking of ontnederlandsing van onze gemeente zou versterken of beïnvloeden, steunen. We zijn een grote gemeente van 42.000 inwoners en kennen een jaarlijkse grote instroom. Maar het is absoluut niet onze bedoeling om een stad van meer dan 50.000 inwoners te worden. Dat vraagt doordachte ruimtelijke planning aan een duidelijk inzicht in mobiliteit, in woonbeleid, in taal- en integratie-inspanningen. En die inspanningen willen we ook leveren. Want Dilbeek is een mooie parel in de Vlaamse rand en al wat daartegen ingaat, dat gaan we niet doen.